Sinds 2013 is er sprake van een heuse retro first-person shooter renaissance. Een explosie aan games die de feeling van de oude jaren 90 willen herpakken, met vaak allerlei technische snufjes of gameplaymechanieken inbegrepen die deze titels naar de moderne tijd tillen. Op GamerGeeks heb ik het ontzettend vaak over dit soort games gehad. A Dusk, A Medieval, Doom 2016, Doom Eternal natuurlijk en Project Warlock zijn hier goede voorbeelden van. Het mag dan ook geen toeval zijn dat een fantastische game uit die jaren 90, Shadow Warrior, door uitgever Devolver Digital 9 jaar geleden een reboot kreeg. Deze reboot kreeg vervolgens weer een opvallende wending met zijn vervolg Shadow Warrior 2, die in 2016 verscheen. In plaats van dat het trouw bleef aan alle mechanieken van zijn voorganger, veranderde de game in een soort indie versie van Borderlands met gemengd succes. Nu zijn we weer bijna 6 jaar verder en is het derde deel er. Een game die back to basics gaat wat betreft zijn design, maar wel van de grote jongens in het genre afkijkt. Is dit dan de definitieve Shadow Warrior game? In deze game speel je wederom als Lo Wang. Een huurling, meester ninja assassin of gewoon puberale badass. De helft van de wereld is uitgeroeid door een gigantische mythische draak en lijkt onverslaanbaar. Lo Wang zit er nogal doorheen, totdat zijn oude aardsrivaal Zilla opduikt en hem ervan overtuigt dat er alsnog een manier is om dit beest neer te halen. Samen gaan ze op weg met als einddoel, een fucking draak neerhalen dus. En dat is eigenlijk alle diepte die het verhaal krijgt. Er zijn wel een shitload aan cutscenes in de game, maar deze proberen meer context te geven aan het einde van een actiesectie dan dat het daadwerkelijk een verhaal vertelt. Nu is Lo Wang altijd een personage geweest die voor wat verdeeldheid heeft gezorgd. Hij is in de reboot-serie puberaal en maakt vaak referenties naar moderne films of andere games. Dat is hier niet anders en ik kan ontzettend goed begrijpen dat sommige spelers zich hier kapot aan zullen ergeren. Anderen zullen dit ongetwijfeld grappig vinden. Ik zit ergens in het midden. Het was voor mij niet dusdanig irritant dat ik naar de opties ging om het stemvolume naar 0 te zetten. Maar het is nou ook niet zo dat ik echt zat te lachen om de grappen die gemaakt werden. Het is voor mij niveautje Borderlands 3. Het zijn allemaal teksten waarvan de schrijvers zelf waarschijnlijk denken dat andere mensen het super grappig vinden, zonder te weten of het echt grappig is. Het is heel veel poep, pis en haha piemol grapjes. Wat ik vooral mis in het verhaal is context. Aan het einde van Shadow Warrior 2 kan ik me niet herinneren dat er een post-apocalyptisch event aan zat te komen. En nu is ineens de wereld naar de kloten? Ik bedoel, misschien een recap van de eerdere twee games met de reden wat er allemaal gebeurd is. Het zit er gewoon niet in. Het is ook eenzijdig, want gedurende de hele campagne gaat het enkel en alleen over het neerhalen van die draak en dat is het. Nu is dit zo'n first-person shooter waarbij een goed verhaal niet vereist is ofzo. Maar als je zoveel tijd spendeert aan cutscenes, dan verwacht je toch wel iets van kwaliteit. En dat zit er gewoonweg niet in. Shadow Warrior 3 haalt allerlei toffe grafische trucs uit de kast om tot een leuke presentatie te komen. En slaagt daar voor het merendeel ook in. Wat het allerbelangrijkste is in deze game is dat het voor de speler duidelijk is wat er gebeurt. En daar slaagt ontwikkelstudio Flying Hard Walk dus gelukkig in. Dat is knap, want het aantal gekke effecten dat op je scherm getoverd wordt kan best intens zijn. Van de grote zonnestralen tot booby traps en explosies gemengd met de vijanden die ieder hun aparte aanvallen hebben. Als je eenmaal in een gevecht zit, is het een genot om naar te kijken. De omgevingen naast de gevechten mogen er ook zijn. Het is duidelijk dat ze een gigantische schaal wilden overbrengen en dat is wederom gelukt. Het grote nadeel hiervan is dat er weinig interactie is met de wereld om je heen. Het is heel duidelijk wanneer je bijvoorbeeld iets kapot moet maken, want gedurende de hele game ziet hetgeen wat je kapot kan schieten er hetzelfde uit. Dat geldt ook voor punten waar je de grappling hook op kan gebruiken en waar Lo Wang kan klimmen of wallrunnen. Het is altijd hetzelfde. Het design van de vijanden vind ik heel erg tof. Het zijn compleet gestoorde types die je in geen enkele andere shooter kan vinden. Oké, met uitzondering van een paar die duidelijk inspiratie uit soortgelijke games hebben gehaald, wat natuurlijk niet erg is. Wat er ook goed aan gedaan is, is dat elke vijand een geheel apart silhouet heeft, waarbij je zelfs met motion blur effecten aan je ze allemaal van elkaar kan onderscheiden. Voor de duidelijkheid, ik had motion blur uitgezet, want ik heb een grafhekel aan die functie. De wapens zijn ook vet gedaan, al vind ik wel dat ze veel te groot zijn. Deze dingen nemen godsamme 40% van je scherm in beslag.
Dit is een trend in shooters die de laatste jaren speelt en eerlijk is eerlijk, ik begin het zo langzamerhand een beetje zat te worden. Mag ik ook nog zien wat er aan de rechterkant van mijn scherm gebeurt? Dank u! Overigens gaan mijn complimenten ook naar de geluidseffecten en de muziek. Deze zijn beide gewoon heel erg vet. Maar dan houden de complimenten wat betreft de presentatie wel een beetje op. Er zijn namelijk nogal wat bugs en glitches aanwezig in de game die je beleving nogal kunnen aantasten. Zo zijn er zat objecten die verschijnen en ook zo snel mogelijk ineens, poef, verdwijnen. Zo nu en dan stottert de game, zeker als je een nieuwe vijand of omgeving voor het eerst ontdekt. Een vreemde technische fout waar zelfs mijn RTX 3090 en AMD 5950X zich niet doorheen konden bluffen. En dat is erg, want, nou ja, mocht je het niet weten, dat is best hele goede hardware. Maar het zijn vooral de glitches die het geheel met enige regelmaat een beetje janky laten aanvoelen. In een level waarbij je op een boot zit, had ik in de ene poging wel vijanden op een sloep en de andere keer niet. Dan breek ik kristallen wel af en dan weer niet. Vijanden raken ze nu en dan vast in de omgeving of de AI weet niet meer wat het moet doen. Dan staan ze een beetje stil zonder dus ja, iets te doen. Dan denk ik ook van hallo, val me aan, zoiets. Zelfs de animatie van je dodge is glitched. Je wapens krijgen een vreemd stottereffect wanneer je dit doet. Waarom dit niet gefixt is voor release, is voor mij wel echt de grote vraag. En dan de pre-rendered cutscenes. Ja, ik heb het er net al even over gehad, maar ik moet het er nog even over hebben. Want die zijn echt in overvloed aanwezig in deze game. Te veel, als je het aan mij vraagt. En het vreemde is dat deze er slechter uitzien dan de in-game graphics. Alle cutscenes hebben een soort vaseline-effect. Alles is wazig en de lip-sync lijkt niet correct te zijn. Het kwaliteitsverschil is ook veel te groot. Daar waar sommige scènes er nou, prima uitzien voor wat het moet doen, lijken andere onafgemaakte en amateuristische animaties te hebben. Erg vreemd. Nu kan dit een beetje overkomen als mierenneuken allemaal, maar daar heb ik een hele goede reden voor en daar kom ik later in deze video op terug. Als het gaat om de gunplay, is Shadow Warrior 3 een genot om te spelen. Het is een heel erg back-to-basic shooter, waarbij je van arena naar arena wordt gestuurd om daar alle vijanden in je zicht kapot te knallen. Het arsenaal aan wapens vervult ieder zijn rol. Je hebt een revolver, shotgun, submachine guns, grenade launcher, railgun en een shuriken splitter die voornamelijk als doel heeft vijanden tijdelijk uit te schakelen. Een stun, zeg maar. Met een grappling hook, een dodge en een chi blast, zeg maar gerust, de Force Push uit Star Wars, kan je jezelf altijd positioneren zoals je wilt en het overzicht behouden, de crowd control. De game lijkt zijn meeste inspiratie dit keer te halen uit Doom 2016 en Doom Eternal. Dat is overduidelijk met hoe vijanden gedesigned zijn als het gaat om de gameplay. Elke vijand speelt een specifieke rol en een groot gedeelte van je brein gaat uit naar prioriteiten stellen. Elke vijand ga je als eerste tot een gruwelijk einde brengen, zodat je daarna de rest met een gerust hart kan afslachten zonder zelf dood te gaan. De basics zijn erg goed gedaan. De wapens voelen ontzettend fijn om af te vuren, de vijanden prettig om af te slachten en de verschillende elementen komen over het algemeen heel goed bij elkaar. Hoe erg ik ook kan zeiken op allerlei dingetjes die mis zijn met Shadow Warrior 3, dit is ongetwijfeld het allerbeste in deze game. Je vergeet gewoon eventjes alles om je heen als je in de flow zit van een gevecht. Naast je wapens en eerder genoemde snufjes heb je ook finishers. Deze zijn het beste te vergelijken met, daar gaan we weer, de executies in de moderne Doom games. Maar in plaats van vijanden te verzwakken, moet je dit keer adrenaline verzamelen. Een ander verschil is dat je een andere bonus krijgt afhankelijk van welke vijand je executeert. Bij de meeste krijg je wat de game gore weapons noemt. Tijdelijke, overpowered gereedschappen voor de dood. Deze zijn erg tof te verkrijgen, al voelen sommige ook hier wat buggy aan. Mijn grote probleem is dat de executies zelf niet de belangrijkste les lijken te hebben geleerd van de Doom games. De animaties duren lang. Hierdoor gaat het tempo van de game volledig kapot en ziet het er super stom uit dat vijanden maar een beetje je staan aan te staren terwijl je een bondgenoot helemaal kapot maakt. Serieus, als je deze animaties gewoon dubbel zo snel afspeelt, zou het veel natuurlijker overkomen met betrekking tot de gameplay die daarvoor was en daarna volgt. Oké, dus met het knallen zelf is niets mis. Maar alles ertussen is wel echt zo lineair als dat het maar zijn kan. Tussen de arena's door is het slingeren naar de volgende arena waar weer een gevecht begint. Het aantal van deze platformsecties is wel echt gigantisch en het jammere ervan is dat ze niet echt boeiend zijn om te spelen.
Er zijn wel wat collectibles te vinden in de vorm van upgradepunten, maar deze zitten nou niet echt verstopt ofzo. Het is vaak gewoon, in plaats van dat je naar rechts moet, moet je eventjes naar links kijken. Daar is een extra doorgangetje en daar ligt dan zo'n punt. Joepie. Daarover gesproken. Je kan wapens en bepaalde vaardigheden van Lowang dus upgraden. Maar ook hier schiet de game tekort. Meer ammo, ietsjes meer health, een extra effect op een aanval en dat is het. Daar waar Lowang in de eerdere Shadow Warrior games hele skill trees gewijd had aan zijn zwaard, hier is dat verlaagd naar slechts 3 upgrades. Je kan niet echt een bepaalde richting opkiezen of iets unlocken waardoor je anders gaat spelen. Het is erg ongeïnspireerd. De gameplay van Shadow Warrior 3 is dus echt fantastisch. Totdat je de boel even op pauze zet en gaat evolueren over allerlei elementen. Het is zo'n game waarvan de adrenaline rush dus echt heerlijk is, maar een heldere blik laat de vlekken zien op een glanzende ervaring. Oké. Dus je hebt me nogal horen mieren neuken op allerlei aspecten van Shadow Warrior 3. Er zijn genoeg dingen om van te houden. De graphics, de muziek, de gameplay. Maar toch voelt deze game als een teleurstelling. En waarom is dat? Nou, mijn Steam-teller staat op het moment van opnemen op 4,9 uur en ik heb de game gewoon uitgespeeld. Ja, Shadow Warrior 3 is een ontzettend korte game. Maar ook eentje die bij lange na niet de featurelijst haalt van zijn voorgangers. Ik benoemde al het zwaard van Lowang. Ja, er zit gewoon niet heel veel variatie in de gameplay. Sowieso had Shadow Warrior 2 tientallen wapens. Nu heb je er 7, inclusief het zwaard. De gore weapons dan niet meegerekend, want dat zijn eigenlijk gewoon tijdelijke power-ups. Deze game heeft gewoonweg niet genoeg. Er zijn, naast de korte campaign, geen extra modes. Geen arena challenges, geen New Game Plus, geen multiplayer of co-op. Gewoon de campaign en dat is het. Vergelijk dit met de eerdere games en dan vind ik het best belachelijk dat deze game €45 kost. Op mijn Steam-teller staat Shadow Warrior 2013 op 12,4 uur en voor Shadow Warrior 2 staat er 13,9 uur op de teller. Nu ben ik niet per se zo'n fan van euro's naar speeluren vertalen. Dat is een discussie dat, ja, hè, weet je, het ene uur gameplay is meer waard dan het andere uur gameplay wat mij betreft. Maar tijdens de credits van deel 3 voelde ik een soort leegte. Ik zei hardop achter mijn PC, is dat het? Het is qua content gewoon een gigantische stap achteruit ten opzichte van de vorige games. En ik snap niet echt wat hier is misgegaan. Ze hebben genoeg tijd gehad en de tech is er en het talent is er kennelijk. Vooral omdat de bugs en glitches doen vermoeden dat het met nog enige haast is gereleased ook. Combineer dit met het veel te simpele verhaal en de puberale humor en je hebt de afsluiting van de trilogie die voelt als een grote teleurstelling. En ze waren zo dichtbij, want die gameplay... Dus, raad ik Shadow Warrior 3 aan. Jawel, maar alleen in een Steam sale. En als je sowieso nog geen enkel deel in deze reboot-serie hebt gespeeld, is het de moeite waard om daarna terug te gaan. 1 en 2 spelen dus. Maar verwacht dus geen epische finale, maar een toffe shooter die je niet genoeg geeft. Aangezien de ontwikkelstudio die deze games hebben gemaakt nu in handen is van Embracer Group en dus niet meer onafhankelijk zijn, zou het dus zomaar kunnen zijn dat dit het einde is van de huidige Shadow Warrior serie. En dat is misschien nog wel het meest teleurstellende. Want Shadow Warrior 3 is tof, maar wankelt over de finishlijn. Hey, wat tof dat je hebt gekeken naar deze review over Shadow Warrior 3. Wil je meer van dit kanaal zien? Abonneer dan alsjeblieft. Je kunt je hulp heel erg goed gebruiken. Check natuurlijk ook een van deze andere 2 video's. En ga voor meer naar GamerGeeks.nl.